Yo, what up, Wilbro's? Vandaag even een video die anders is dan anders. Ik ga minder uploaden. Luister. Ik kan hier zielig lopen doen, maar daar heeft niemand zin in. Ik wil jullie entertainen. De realiteit is gewoon dat ik dit jaar heb gemerkt dat 3 video's in de week werkt voor mij niet meer zoals eerst. Fun fact, toen ik begon met YouTube en zei dat ik 3 video's in de week uploadde, zeiden diverse YouTubers tegen mij: 3 video's per week? Dat is fucking weinig, dude. En nu zeggen diezelfde YouTubers tegen mij: 3 video's? Gast, dat is veel te veel. Tijden veranderen. Hier is een beetje het proces van mijn video's in de voorgaande jaren. Ik begon om 9 uur 's ochtends met editen. En ik was dan vaak klaar rond 4 à 5 uur in de middag. En dan was ik klaar. Alsnog veel werk natuurlijk. Maar ik kon mijn 3 video's in de week af hebben in 3 dagen. De overige dagen kon ik spenderen aan editen voor Ronald. Ik ben ook een freelance editor, by the way. Dit is hoe mijn video's vaak ook 1 week voorliepen. Dat betekent dat nu op deze donderdag dat ik dit opneem, dat alle video's van maandag, woensdag en zaterdag al ingepland stonden. Zodat ik wat speling had voor als er een noodgeval was, of dat ik ging verhuizen, of wat dan ook. En alsnog kon ik in de avonden lekker ontspannen. Een goede structuur, al zeg ik het zelf, want ik had soms ook gewoon weekenden. Alleen als ik vakantie wilde, dat ik heel lang weg was, dan moest ik wel dubbel zo hard werken. Zodat er video's zouden blijven komen terwijl ik weg was. Maar met deze structuur was dat niet echt een probleem. En daarnaast konden alle opnames easy gedaan worden in 1 ochtend. Een beetje van de middag misschien. Gewoon een klein beetje middag. En daarom waren opnamedagen vaak de chillste dagen. Nu is dat anders. Sinds de filmvideo's ben ik erachter gekomen hoe leuk het is om te werken aan zulke grote video's. Het probleem is alleen dat filmvideo's kosten heel wat meer tijd om te maken. Daarom zijn ze niet zo heel regelmatig. En heel wat andere video's kosten daardoor nu ook meer tijd om te maken. Want mijn content is geëvalueerd, om zo te zeggen. Als een Pokémon. Vele video's uit de playlist Commentary. Daar doe ik research voor. Schrijf ik een script voor. En verzamel alle footage waarna gerefereerd wordt. Dus dat soort video's duren ook langer om te editen. En heb ik niet in een editdag van 9 tot 5 af. Dus ik merk gewoon dat dit jaar ben ik voornamelijk bezig geweest met editen. Want ik hou me nog zo vast aan die 3 video's per week. Dus nu begin ik dan om 9 uur met editen. Stop om 5 uur. Ga dan koken. En dan na het eten ga ik door editen tot 9 uur. Want dan is Ronald er vaak rond. Dus vaak van 9 tot 11. En dan daarna, vanaf 11 uur ongeveer door editen tot 1 à 2 uur. Als het niet later is. En dan alsnog begin ik de volgende dag om 9 uur. En in plaats van dat ik al mijn editwerk voor alle 3 de video's af heb in 3 dagen, ben ik een volle 7 dagen bezig. En als vrienden wat willen doen met mij, dan wil ik alsnog die 3 video's hebben. Dus dan denk ik, shit, waarom willen mensen dingen met mij doen? Ik moet editen, laat me met rust, fuck! Ik weet natuurlijk dat sociaal contact heel belangrijk is en ik wil niet iets niet doen met vrienden omdat ik moet editen. Dus dan werk ik dan maar zeg maar nog meer. Zodat ik tijd heb dan. Geloof me dat ik de dag zelf, als ik dan met die vrienden ben, dan heb ik het leuk en naar mijn zin en ben ik blij en excited. En merkte ik dat ik het echt nodig had om dat te doen. Maar de dagen die leiden naar die dag, zit ik eigenlijk alleen maar te klagen. En dan denk ik, fuck, waarom? Ik had liever willen editen. En ik denk dan altijd van, oh, dit is heel slecht getimed, want ik ben nu even druk. Maar nu realiseer ik me dat ik nooit even druk ben. Ik ben altijd druk. Sommigen van jullie vragen je af waarom er nog steeds geen 70k koprol is gedaan. En dat is simpelweg, ik heb er geen tijd voor. Omdat ik heb een hele leuke idee voor een sketch, waar ik Ronald ook voor nodig heb. Maar ik maak er nooit tijd voor, omdat ik constant druk bezig ben met editen. En ik ben nu op een punt dat ik me gewoon realiseer dat hoe ik nu werk, dat kan niet gezond zijn. Die zoepvideo die jullie hebben gezien, ik was daar 4 dagen mee bezig. Waarvan ik zowel dinsdag als woensdag doorging tot 2 uur 's nachts. En alsnog 8 uur mijn bed uitging, omdat ik hem gewoon zo graag af wilde. En mijn hele planning liep dus in het water, omdat ik 2 dingen in de week had waar ik verplicht heen moest. Die ook leuk waren trouwens, dat waren ook leuke dingen waar ik heen moest. Dat mijn hele planning zo in de soep loopt door 2 dingen... Dat is niet goed. Ik wil kwalitatief goede video's maken voor jullie. En ik denk altijd, kwaliteit boven kwantiteit. Tenzij ik een AI had of zo die oneindig veel video's kon maken. Iedere dag video's kon uploaden. Maar ik doe al 8 jaar 3 video's in de week. Dus ik heb gewoon heel veel moeite met dat loslaten. Want dat is hoe ik het al 8 jaar doe. 8 jaar doe ik het al zo. Laat me met rust. Maar ik moet het loslaten. Mijn nieuwe schema wordt 2 video's in de week. Woensdag en zaterdag. Zelfde tijd als altijd in de ochtend. 1 video hiervan wordt een filler video. Dat zijn video's waar ik alsnog heel veel plezier aan heb om te maken en te editen. Maar die kan ik wel gewoon afmaken in een 9 tot 5 editdag. Denk aan de wat simpelere gameplay video's. De wat simpelere reactievideo's. Zeg maar de reactievideo's die je zou kunnen categoriseren onder luie content. Want dat is luie content. Zodat ik altijd ruimte heb om zaterdag een video te doen die wat meer werk heeft gekost. En mocht ik meer tijd nodig zijn voor een video, dan laat ik het jullie gewoon weten. Ik wil dit jaar ook nog op vakantie. En zoals ik zei, normaal gesproken werk ik dan vooruit. Maar met hoeveel tijd video's kosten om te editen, gaat dat nu, dan red ik dat gewoon niet. Dat kan niet. Dus mocht ik dit jaar nog een weekje op vakantie gaan of zo, weet dan dat er ook een weekje geen video's komen. Hopelijk snappen jullie dat. En zo niet, dan word ik boos. Ik vond het altijd heel eng, maar sinds ik die YouTube strikes heb gehad, merkte ik hoe begripvol jullie waren nadat ik een tijd niet kon uploaden. En waren jullie er gewoon weer toen er video's online kwamen. Dus jullie zijn super supportive en dat moet ik niet vergeten. Ik ben gewoon een strenge son of a bitch voor mezelf. Ik ben een workaholic. Ik moet gewoon even wat rustiger aan doen. Even een paar stapjes terugnemen. Hopelijk begrijpen jullie dat en ik heb daarnaast nog een leuke aankondiging voor jullie. En dat is, ik ga sowieso aan de slag met de Bellinga's filmvideo. De nieuwe. Dus dat is al iets waar jullie naar uit kunnen kijken. En ik moet maar hopen dat ik hem online heb voor Egbert. Is de film net zo slecht als de vorige? Ik ben benieuwd. Iedereen in ieder geval bedankt voor jullie support. Ik hou van jullie. En dan zie ik jullie niet letterlijk in de volgende video. Doei!